Want oorlog, in al mijn onderzoeken heb ik geleerd dat oorlog eigenlijk een afschuwelijk iets is. Het is een collectieve waanzin waarin wij elkaar te lijf gaan. Deze voorstellingen zijn tot stand gekomen op basis van interviews die de jongeren zelf hebben gehouden met mensen die de wereldoorlog hebben meegemaakt. Dat hebben wij in Zeeland ook gedaan met leerlingen van de Jeugdtheaterschool Zeeland. En verder laat ik het over aan de jongeren zelf. Veel plezier. Guys, het is geen film, hè? Het is echt waar. Echt waar? Ja, echt waar. En het verhaal wat ze hier te horen krijgen is over Willem. Hij is in de oorlog in Indonesië en heeft hij in een jappenkamp gezeten. En hij is eigenlijk dus niet in Zeeland geweest. En in de route hoor je de verhalen die wel in Zeeland zijn geweest. Willem zat met een hoop mensen in het kamp. Ze sliepen daar 7 hoog. 7 houten bedden op elkaar gestapeld. En als iemand die boven hem zat plaste, dan kreeg hij het op zijn dak. Oh, nee. Ze hebben zijn hele rug kapot geslagen. En alleen maar omdat hij water dronk uit een ton. Alleen omdat hij water dronk uit een ton? Nooit geen oorlog meer. Dat zeggen we dan heel vaak. Er is geen reden voor bezoek van de Duitsers aan Nel, toch? De auto remt af. Rijd door, fluistert ze voor zich uit. Dan hoort ze aan de andere kant een zacht geluid. Ze draait haar hoofd. Haar hart slaat een slag over. Willem komt de bossen uit. Hij tijgert tussen de hopen klei over de akker. Verstijfd van schrik kijkt Janna naar hem. Wat doet hij? Ze wil hem roepen, maar dan hoort ze autodeuren dichtslaan. Als je deze koptelefoon opzet, dan ga je echt meer luisteren. En dan hoor je zoveel meer dan dat je normaal hoort. We hebben gewoon de vrijheid om te focussen op een gesprek of te luisteren naar muziek. En de rest van de geluiden gewoon te negeren. Dat is ook de vrijheid die we hebben.